Yo, kijkers van Online Gyms, en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het WK 2018. Vandaag met de wedstrijd Argentinië tegen IJsland. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan wij vandaag doen? Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, hè. We gaan de wedstrijd gewoon weer lekker voorspellen voor jullie, ja. Dus dat komt helemaal weer goed. We spelen in een sporttakstadion gebouwd in 2040, capaciteit van 45.000 man in Moskou, de hoofdstad. Ja, Moskou heeft twee voetbalstadions. Waar voetbalwedstrijd wordt gespeeld. Iedereen hartelijk welkom bij de eerste. Vandaag Argentinië, IJsland. Volgens mij zijn deze spelers er klaar. IJsland nog nooit op het WK. Zo lang zich voorbereid. En nu zijn ze er. Een hele kwalificatie. Eindelijk erbij. Ik denk dat ze. Eindelijk even dubbel. We maken ons op voor de wedstrijd Argentinië tegen IJsland. Rusland is natuurlijk een enorm uitgestrekt land. En daarom is het wel handig dat de speellocaties relatief bij elkaar in de buurt zitten. Het was natuurlijk handiger geweest als je na elke wedstrijd met de bus kon reizen. Maar ja, in ieder geval bevinden de meeste stadions zich in het Europese deel van Rusland. Ja, Rusland is goed zo van te leren. Ik wil vandaag met Argentinië, daar is het. Kijk eens aan. Heel mooi, het IJslands volkslied. Heel zacht. Net als het Luzhniki Stadion ligt het Spartak Stadion in Moskou zelf. Dus normaal gesproken het stadion van Spartak Moskou, wat natuurlijk een hele grote club is in Rusland en daarbuiten, ja. Het is ook echt een volksclub ontstaan vanuit de vakbond. In het seizoen 2016-2017 werd de club kampioen van Rusland. Doorgaans zit dit team. Het Argentinische opstelling: Romero en het doel. Marco de Fazio, Otamendi, Royo. Mascherano, Banega. Biglia, Lena Messi, Higuaín, Di Maria. Ja, het zal echt aanpoten worden voor de tegenstander. Dit is de ploeg van IJsland en het doel staat Halldórsson. Nou ja, dat kan erg vermaakt zijn. Sævarsson, Arnason, Sigtorsson, Magnusson. Nou, wat heb je allemaal lang achter de namen, man. Gunnarsson, Björnarsson, Finnan, Borfarsson. Nou. Arne heeft met Son achteraan. Argentinië mag aftrappen voor het wereldkampioenschap 2018. We zijn begonnen aan de eerste helft van deze grote wedstrijd. 4 jaar geleden tot aan de finale gekomen, helaas. Niet gewonnen. Vandaag staat er toch veel op het spel. Marco Rojo. Oh, dat is mooi over de vleugel gepast. Dat is natuurlijk 4 jaar geleden. Argentinië, een heel sterk land. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Daar is de eerste kans en hij zit er bijna in. Kans nummer 1 zit er bijna in. Lionel Messi. De man die het zo vaak doet. Bij FC Barcelona. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Bal weer terug. Sigurdsson. Hij zet geen voordeel. Op zo'n eerste speeldag is het nog even wennen. Di Maria met een scherpe steekbal. Mogelijk daar komt de kans. Daar is het een goal. De Argentijnen gaan een corner nemen. De doelpoging nog een keertje in beeld. Ja, maar hij kiest de hoekschop. De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Dat is een overtreding. WK voor wat de tegenstander weet de paas eruit te halen. Ze weet natuurlijk niet wat WK is. WK
tussen WK en EK is natuurlijk een heel groot verschil, hè. En een dappere poging van Argentinië. Lionel Messi! Ai, die had er wel in gemogen, maar ik denk dat hij zich een beetje op het weer kijkt. Reken maar dat dat van invloed is, even. Natte bal, natte schoenen. Oh, verschrikkelijk. Natte voeten dus ook. Ja, dat gaat natuurlijk ten koste van de balvalbehandeling. Want als je voeten nat zijn, dan kun je niet meer voetballen. Kracht naar Sigurðsson. Sigurðsson. Ja. Gudmundsson. IJsland is een goed team, hoor. Oh, dit kan een kans worden. En nu uithalen. Daar komt de kans. De keeper werpt de bal weg, maar het blijft daar gevaarlijk. Daar was het bijna oud doepen voor IJsland. Maar dat laat 18 even niet gebeuren. Gonzalo Higuaín. Higuaín zoekt de diepte met de bal aan de voet. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Finn Bogason. Aron Gunnarsson. Sigurðsson. Gudmundsson. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nu is het daar zit de tegenstander tussen. Oh, gestopt. Die heeft het zwaar tegen IJsland. Gudmundsson. Maar IJsland is gewoon een heel sterk land. Die goed opgebouwd zijn. Die misschien ook wel wat puntjes zijn. Dat ziet er kansrijk uit. Hier komt een schitterend shot en hij zet dan meteen in. Dat is 1-0 voor Argentinië. Hij zit er geweldig in. 1-0, Argentinië leidt. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek kijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo? Nou, hij zit er een doek, toch? Ah, hij gaat er zijn pas weer veel mooie goals gemaakt. We hebben Antoine Griezmann te zien. Argentinië is dat voor deze gezien. We hebben Cristiano Ronaldo gezien. Wacht naar Sigurðsson. En we hebben Amrabat gezien. Van Marokko. Argentinië moet gaan scoren, zou je zeggen. Ja, Messi. Messi! De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. IJsland laat zich daar niet op wachten. Higuaín. Gabriel Mercado. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch om dichterbij te komen? Goed gedaan. Sigurðsson. Finn Bogason. Messi. Hij weet heel vaak zelf, Lionel Messi. Ja, je moet ook. Wie weet, je bent in één team, op. Dus betekent ook samen spelen. Messi, oh jongen toch. Dit lijkt me toch een heel andere balsport. Ja. De bal gaat heen en weer. Even Banega. Fijne bal van Banega. Hij wordt weggestuurd. Dus 2 tegen 2. Argentinië maakt het 2-0. Nee. Hij schiet de bal naar voren. Het paar is weg. Inworp op een mooie plek. Een lange ingooi. Zal wel eens voor vuurwerk in het strafschopgebied kunnen gaan zorgen. Kans. Gonzalo Higuaín. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. De bal wordt oh, no, is prima. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Het geen afronden. Goals. Ja. Dat is een vrije trap voor de Argentijnen. Argentinië richt zich op de aanval. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Finn Bogason.
Gudmundsson. Ever Banega. Argentinië moeilijk. En IJsland is op zoek naar de gelijkmaker. Lucas Bilja. Ze zijn hier vandaag niet aan de bal. Lief gekomen om de harten van de voetballiefhebbers te stelen. Het is wel erg verdedigend. Wow, ja, ja. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. En het balbezit gaat nu weer naar de Argentijnen. Daar komt de kans aan. Daar is het bijna 2-0. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger. Waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Ja, een hele goede kans hoor. Hoeveel minuten gaan we erbij trekken? 3 minuten. De extra tijd vandaag 3 minuten. Kans. Gaat hij voor een schot of gaat probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja. Oh, die uitkijken nu. Oh, de tegenstander zet veel druk. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Hij gaat uitstaan ofzo. Hij verliest de bal. Rust. De eerste speelhelft van het toernooi is succesvol dus afgesloten. 1-0 voor Argentinië in de rust dan. Ja, meteen al die voorsprong pakken, dat voelt goed. Nu eens kijken of ze hem kunnen verdedigen. Hij de eerste helft heeft hij gewoon. Dat is prima. Want hij weet het. Wow, 12 minuten. Dat is mooi. We gaan de tweede helft doen, jongens. De aftrap voor de tweede helft is genomen. Al onderweg. Ja, ik heb me goed vermaakt in de eerste helft. Ik denk wel dat we in de tweede helft hetzelfde mogen verwachten. Messi nog altijd. Messi. Maakt zich. Lionel Messi. Doet hij goed. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Ja. Sigurðsson. Argentinië is nu aan de bal. Hij neemt de bal mee richting... Haal! Oei. Ja, hij nog net bij, overgetikt. Wat een kans. En daar krijgt Argentinië een hoekschop. Een goede redding hoor. Die zag de doelman wel echt hoor. Die tikt de bal goed over de zijlijn. Over de achterlijn. De bal wordt... En hier! De kopbal was goed. Maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. Het is zeker. Aaron Gunnarsson, Finn Bogason. Hier heb je hem weer. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Hij krijgt. Di Maria passeert de verdediger. En nu de kopbal. En ze doen wat zit er ook bij, ja. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Hij kiest ervoor. Kopbal is goed en het is G2-0. Messi kan die bal naar voren peren en kopt. Kans, Argentinië krijgt de bal er niet in. Weer een hele goede kans. Finn Bogason. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Kans! En laag volgegeven. Gonzalo Higuaín. Higuaín zoekt de diepte met de bal aan de voet. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Gonzalo Higuaín. Kans! Daar stond de verdediger. Ingooi. Hoe ver komt Argentinië met deze ingooi? Argentinië is onderweg naar de 2-0. Maar die 2-0 die komt dan maar niet. Nu is de vraag, waar blijft die verdediger tegen? Vraag van de week, waar blijft het doelpunt van Argentinië? De tegenstander kan de bal onderscheppen. Mogelijk een goede kans hier. Daar kan niemand bij, behalve de keeper dan. Verlengt hem met het hoofd. Sigurðsson.
Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Valt hij nog aan de andere kant. Ingwi, Traustason. Die pakt die bal op. Ever Banega. Mooi gedraaid. Dit is goed. Die Maria. Nu is Maria die wordt voor gezet. En dan moet hij hem. Oh jongen, als je zulke ballen hebt. Je moet hem rustig en altijd zo laag mogelijk zitten. Niet eroverheen knallen. En zo gaan die ballen echt mooi weer. Finn Bogason. Die Maria, die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. IJsland heeft gewoon een hele goede verdediging. Er staan nog 20 minuten op de klok. 20 minuten te gaan. En het staat mager 1-0. Scheidsrechter heeft geen voordeel. Dan heb ik het over mager. Nou, ja, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Een beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Ja, Lionel Messi. Messi is al langs. Messi is er langs. Messi, goal! Dit moet hem zijn. Het is 2-0. Is dit de beslissing, Jori? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. 2-0. Het leek zo makkelijk zoals hij het deed. Zo zie je maar dat je niet altijd vol uit hoeft te halen. Je moet gewoon iets slimmer zijn dan de keeper. Gonzalo Higuain. Het is 2-0. Ingwi Traustason. Ari Arnason. Sigurðsson. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken IJsland wat hij nu gaat bedenken. De eerste wedstrijd gaat verliezen. Sigurðsson. Van. Speelt de bal weer terug. Hun Ever Banega. Hun debuut natuurlijk. Deze paas bereikt alleen de zijlijn. Dus een dubbelwissel. Mascherano. Had je nou toch weer zien linksboven? Nee, kan die Messi aan de bal. Zien. Ah, kijk, dit is heel mooi gedaan van Lerna Messi. Mercado. Nu steken naar hem. Argentinië moet gaan scoren, zou je zeggen. En dan hier, en dan de bal wordt in de 16 moet je hem eigenlijk koppen. Die bal komt wel in de 16, maar weet geen medespelers te bereiken. Sigurðsson. Alfredsson. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Sigurðsson. Wie weet levert dit een kans op. Daar voor IJsland. IJsland speelt niet slecht. Ingwi Traustason. Behoorlijk goed. Kari Arnason. Ach, geknooi hier. De bal is nog aangeraakt. Het is in de 87e minuut. Ingwi Traustason. Finn Bogason. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de bal. Daar komt de kans. De bal wordt voor het doel gebracht. En doe maar even. Dit is een opgelegde kans. Ja, dit is een teleurstellende poging. Lionel Messi is de matchwinnaar. Maar hij maakt het toe. Makkie voor de keeper deze halve minuut. En dan wordt het tijd. Ik denk 3 minuten blessuretijd. Oh, 2. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Ever Banega. Laatste kans. Ja, opnieuw een prima paas van deze Messi man. Heeft geen doelpunt gemaakt. Messi heeft de bal aan een touwtje. Maar misschien komt hij dan. Jawel! 3-0. En het is afgelopen. Qua tijd is het ook al gedaan. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Prachtig. Ze hebben flink 3-0. Gewerkt, ja. Lionel Messi. Zat er eentje in. 90ste minuut. Lionel Messi. Nou, we zijn al een heel eind op weg. 3-0 en het is afgelopen. Alfredsson. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af.
3-0 wat einduitslag tussen. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers in knauw krijgen door deze wedstrijd? IJsland. Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit 3-0. Leuk. Nou, IJsland heeft nog wel wat recht te zetten. Hoe vond je Messi vandaag, Jordi? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag. 3-0. Nou, dat was hier weer de wedstrijd, jongens. Ik zie jullie gewoon weer over een uurtje terug bij de volgende wedstrijd. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot straks dan maar weer, jongens. Mazzel!